Hallo, ik ben Edgar van den Broek, lid van het provinciale team Belangenbehartiging van Okra Limburg. Bij de komende verkiezingen in oktober is er geen stemplicht. Nochtans vind ik het belangrijk om te gaan stemmen. Waarom? Voor eerst wil ik mensen in het gemeentebestuur die de talenten en de kennis hebben om de gemeente te besturen. De gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden. De raadsleden nemen belangrijke beslissingen die een impact hebben op het reilen en zeilen in de gemeente. Ik wil dus mijn stem toevertrouwen aan bekwame politici. Daarnaast vind ik het belangrijk om voor een partij te kiezen die aansluit bij mijn ideeën over lokaal beleid. Zo vind ik het onder meer belangrijk dat de gemeente, de verenigingen, buurcomité's, sportclubs enzovoort ondersteunt, voldoende werk maakt van de ouderenzorg, een gezond financieel beleid voert en het voorbeeld geeft op het vlak van klimaatmaatregelen. Door te stemmen heb ik rechtstreeks invloed op het bestuur van mijn gemeente. En tenslotte, de democratie is een bestuursvorm die het meeste rekening houdt met de mening van de mensen. We mogen dat niet verloren laten gaan. Je stem uitbrengen is de gemakkelijkste en meest duidelijke manier om de democratie te steunen. Twijfel dus niet en breng op 13 oktober je stem uit voor de mensen die jou het best vertegenwoordigen in de gemeenteraad.